Maar hallo, welkom bij deze nieuwe Let's Play. Ik moet even wennen aan het beeld hiervan, want dit is Star Stable. En dan denk je, oh my god, wat? Maar ja, ik heb dus besloten om weer Star Stable te gaan spelen. En denk je van, maar dit is helemaal niet Star Stable zoals ik het ken. Nee, wat wij spelen, dus waar ik echt honderden video's over heb gemaakt en elke week wordt geüpdate, dat is Star Stable Online. En op dit spel vind je dus ook geen andere spelers. Dit is dus Star Stable. Hoe het eruit zag voordat het Star Stable Online werd. En op een punt heeft Star Stable er ook zo uitgezien. Dat is dan misschien wel bijna 8 jaar geleden. Maar nu kan je ook wel zien dat Essen zo echt goed vooruit gegaan is hoor. Maar dat niet te doen. We zijn hier om dit spel te spelen. Ik heb het spel eerder gespeeld. 2 jaar geleden ongeveer. En dat vonden jullie ook leuk. En ik had op Insta gevraagd of ik dit weer moet gaan spelen. En jullie zeiden ja. Dus ik dacht van, ja, dan kan ik dit gewoon lekker als extra upload doen. En dan kunnen we gewoon even lekker een lange let's plays doen. Want dit is vooral een game die je niet in een uurtje hebt uitgespeeld. Hier ben ik ook best wel lang mee bezig om alle sidequests en quests te doen. En je kan dus ook paarden kopen. En die gaan we dus ook allemaal verzamelen. Want volgens, ik weet niet of je meerdere paarden kon houden. Ik heb het heel lang geleden dat ik dit spel speelde. Maar in ieder geval, dit is mijn starterspaard. Die mag je niet kiezen. Dat is gewoon wat je krijgt. En dit zijn de paarden. En ik wilde dus altijd heel graag deze. Ik koop, maar ik kan niet. Oh, jawel. Ja. Maar het kan pas vanaf level 11 en hij is vrij duur. Inventaris werkt niet met de i-knop. Waar kan ik mijn geld zien? Volgens mij, ja, hier. SP. Nou, 0. Even kijken, ik heb ontdekt. Maar volgens mij moest ik op mijn paard klimmen. Voeren. Nou, we gaan in ieder geval even de bucket vullen. En dan even poetsen. Water geven. Zo. En opstappen. Kan ik ook... Oh, dus... Ik kan ook klikken, maar er gebeurt niet zoveel. Show me what you got. Oh, ik moest gewoon opstappen. En wat hierbij is, je stamina van je paard gaat naar beneden. Dus je paard krijgt daadwerkelijk honger en dorst. Dus dat. Ik wil deze quest accepteren. En ik wil andere quests ook accepteren. Kijk wat dit is. Dit is een bord. Level omhoog. Nou, dat ging snel. Dit zijn allemaal uitroeptekens met controls en zo. Nou, op zich weet ik wel hoe het werkt. Dat is het probleem niet. Ik weet hoe het werkt. Aangezien ja, iedereen speelt SSO. We kunnen als het goed is ook springen. Maar ik weet, ja, bokken zat er wel in. Oh, wacht, ik heb ook een race aangeklikt. Maar dat zat niet in deze game. Er zijn hier 4 delen van. Dus mocht je willen dat ik alle 4 de delen ga spelen, moet je het even melden. Ik heb nu, dit is volgens mij de 3e. Heel logisch dat ik niet bij de eerste begin. Maar ik heb alleen de 3e. Dus dan moet ik even kijken waar ik dus de eerste, tweede, 3e vandaan tover. Op zich is dat niet heel moeilijk, want ik heb games nog liggen. Ik kan ook nog Starshine Legacy spelen. Dat is dus de story, de Soul Rider Story games. Die heb ik nog wel. Dus dat is ook wel leuk om te spelen. En dan af en toe doe ik niet te veel en doe ik gewoon lekker lang. Lange let's plays, lekker wegkijken en ja, dat dus. Nu ga ik ook gewoon lekker lang door, want het is best wel een game waar je heel lang mee kan doen. Niet als SSO dat je zeg maar een dag moet wachten voor questen, maar echt heel lang door kan gaan. Dus ja, dat is wel leuk om te doen. En vooral nu in de tijd dat we niet zoveel te doen hebben, is het ook wel leuk om een nieuw spel te beginnen. Zoals nu. Dus hopelijk vind je het net zo leuk om te kijken als ik vind om te spelen. Want het is, brengt voor mij heel veel nostalgie naar boven. Het is niet... ja, de gebieden zijn trouwens niet van SSO. Ik zal straks de kaart even laten zien na de race. Want we moeten weer heen berg op berg af. Ik weet dat ik best wel veel moeite had vroeger met de stamina van mijn paard in controle houden. Want je moet zeg maar ook nog stukken draven. Om zeg maar, deze balk, zeg maar, de exhaustion weer omhoog te krijgen. Dus dat is iets wat ik niet mis in SSO van Star Stable. Dus je hebt Star Stable Online en Star Stable. Gewoon Star Stable en Star Stable Online. En Star Stable Online heeft niet de exhaustion en dat soort dingen. Mensen vroegen er wel om, maar het is echt super irritant. Oh, hallo, ik heb wat ontdekt. Hoi. Maar je kan dus ook van de kaart afgaan en naar andere gebieden gaan. Alleen de gekleurde gebied is alleen het gebied waar je dus de vesten en zo krijgt. En dat is wel grappig. Want als het goed is, er zijn wel delen die overeenkomen met de map die we nu kennen. Dus dat is ook wel leuk. Ik weet niet of je dood kon gaan. Ja, dat kan dus nog wel. Oké, helaas. Ik dacht dat dat niet kon. Goed, de gevaarlijke val, ja, bijzonder. Kijk, dit is dan ongeveer de kaart. Op zich, ik kan straks wel even laten zien. Misschien dat we een keer een aflevering kunnen besteden met het reizen naar de delen die we wel kennen op Star Stable. En kijken hoe dat er dan uitzag en hoe het de rest zo eruit ziet. Een soort vergelijkings. Maar dat bewaar ik voor een andere video, want nu gaan we gewoon even lekker het spel zelf spelen. Ik ga straks wel even de kaart beter laten zien. Dus ik dacht even 2 seconden dat ik erop klikte. Maar eigenlijk moet ik dus een race afmaken die echt oneindig lang duurt trouwens. Hup, rennen, ren, paard. Want we zijn er bijna. Yes. Wee. En je kan dus ook medailles verdienen met het racen. Maar ja, hier. Race riding. En dan hebben we hier de race brons medaille en dan de shop en tour. Nou, ik ga nu niet weer de race doen, want ik vind de race heel irritant om te doen. Hoe stapte ik ook weer af? Nou, gewoon weer klikken. Wat ik wel ga doen is even de chores. Want ik wil zoveel mogelijk geld verdienen om uiteindelijk een nieuw paard te kopen. Kijk, je kan hier dus questen doen. Net als de questen van... ja, deze questen heb je ook bij stallen in SSO zelf. Dus jullie zullen waarschijnlijk hem wel kennen. En dat is gewoon paardjes voeren, mesten en dat soort dingen. Oh. Moet ik deze emmer ook vullen? Volgens mij wel. Maar ja, oh, de SP staat natuurlijk ook hier bovenaan. En ik heb nog helemaal niks. En ik kan natuurlijk ook weer een nieuwe outfit hebben, want dit ziet er niet uit. Dus even die pakken. Hoi, 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 hoi. Even inventaris openen, anders dan hebben we er ook niet zoveel aan. Eet. De rink. Nou, ik schep wel eerst even dit. Drink. Had ik 4 questen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Het is wel leuk dat je de verkooppaard dus ook kan verzorgen. Dat vind ik dan weer grappig. Want dat kan niet bij SSL zelf. Ik ga echt zoveel mensen in de war brengen met SS en SSO, want SS Star Stable en Star Stable Online. Omdat het gewoon nog steeds Star Stable is. Oh my god. En deze let's plays hou ik ook niet zo kort aangezien anders veel te ja, weinig dingen doen of zo. Dus wees voorbereid op leuke lange let's plays hiervan. En dan komen we bij mijn lievelingspaard. Eigenlijk ja, wil ik deze ook als starter in SSO. Maar ik ben zo ja, blij met Midnight Star dat ik dat niet wil veranderen. Oh wacht, we kunnen de paarden natuurlijk nog poetsen. Dat was het. Ik dacht een 4e quest, maar het was natuurlijk poetsen. Verzorgen. Ja, deze vind ik dan wel echt weer lelijk. Er zijn ook andere stallen met andere paarden te koop. Dus je hebt maar per stal verschillende sets aan paarden te koop. En ze hebben ook allemaal andere rassen, ook zien ze er allemaal anders uit. En ook stamina en allemaal dingen. En van welke is beter dan een ander, zeg maar. Ik kan dus ook die Munking Game, deze Munking Game, ik bedoel chores, volgens mij oneindig doen. Dus volgens mij was ik een keer een uur bezig om dit te doen. Dan kon ik al op dag 1 een nieuw paard kopen. Kijk, bijvoorbeeld cacao. Ja, jij bent als, zeg maar, die andere was 6000, deze is 2500. En dan bijvoorbeeld deze, die is dan lekker betaalbaar met alleen maar charge doen. Jij bent denk ik wel heel... Nee, jij bent wel helemaal betaalbaar. Dan ben jij zeker net zo duur. Nee, jij bent duur. Nou, deze is op zich wel te betalen. Dus dat is het probleem niet. We gaan even de... Kijk, dan zie je mijn SP omhoog gaan. Oh nee, ik wil niet de race doen. Oké, mooi. We hebben tenminste wat geld. We kunnen wel winkelen. En met quest vind je uiteindelijk ook geld, dus dat is chill. Nu is de kaart niet heel handig. Kijk, je ziet dit is de hele kaart. Ik kan hem niet verplaatsen omdat hier mijn balkje van opnemen zit. Maar op SSO hebben wij alleen dit stuk. Dit is dan... Hier zit Jarleheim, dit is Epona, Zuiderhoef, Fort Pinta, Moorland en hier Veldeel, Fairgrove en zo. Dus daar kunnen we een keer heen. Dan besteden we daar gewoon 1 aflevering aan om daar te ontdekken hoe het eruit ziet. Ik weet alleen niet of ik in deze game dus heel goed alle dorpjes en zo heb. Volgens mij kan, hier zitten hier wel de dorpjes, want dit is dan het gebied waarin ik speel. En dan heb je 4 games, dan speel je ook in dit gebied en eentje hier en eentje hier en eentje hier, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Even kijken, ik moet ergens heen. Oh, ik heb het ontdekt. Oh, voor de questen. We moeten naar Derek. Volgens mij is dat hier. Nee, niet Derek. Nou, hier kan je dingen winkelen. Anders zadel en zo. Maar je kan dus niet zien hoe het eruit ziet op je paard. Want voor is super chill. Oké, klik gewoon quest aan. Kijk, dit is zeg maar hoe het eruit ziet. Je ziet alleen hier hoe het er dus uitziet. Op zich wil ik wel een nieuw zadel. Volgens mij moet je slepen naar je inventaris. Yes, I want to buy. En dan hebben we nog andere dingen. Nou, een zwart zadel als het goed is. Zo. Ja, zwart zadel. Ik vind zwart zadel iets mooier. Maar dan heb ik er weer... Oh, dit klopt zo niet. Ik voel me weer echt zo'n SSO beginner, weet je wel, met dit. Goed, we moeten ergens beginnen. Waar moesten we heen? We moesten iets ophalen en nog een andere quest doen. Ik lees die quest ook niet bij deze, want ja. Er zit ook niet echt een story in. Het is vooral medailles verzamelen en racen. Oh, 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 ik zag daar wat. Oh. Hier moeten we dingen verzamelen. Ik weet alleen niet hoeveel we nodig hebben. Oh, ik reed langs iets. Ja, ik reed er volledig langs. Zo'n 5. 5 is wel een mooi getal, toch? Niet zo snel. Oh my god. We hebben trouwens een naam nodig voor dit paard. Want de paarden hier hebben dus geen naam. Ja, Bella. Maar ja, ze hebben eigenlijk een automatische naam. Maar ik wil natuurlijk niet dat die Bella heet. Dus in dit spel kun je de paard tenminste wel gewoon zelf een naam geven. En dan negeren we gewoon die naam. Dus dat is wel leuk. Dus mocht je nog een leuke naam vinden. En het kan alles zijn. Let me know. Oh, en hier hebben we trouwens de allereerste races. To shop. Ja, la la la. Dit is dus de dressuurversie. Dus laten we gewoon een dressuurproefje doen. Oké, want op een gegeven moment heb je natuurlijk ook de dressuurproefjes in zeg maar kampioenschappen. Dat is wel leuk. Dit is zeg maar hoe de dressuur er dan uit zou komen te zien in SSO misschien. Ik weet niet of ze het op deze manier houden. Maar ik vind het wel leuk. Deze races duren trouwens wel echt lang. Dat ga ik erbij zeggen. Want alles duurt lang in dit spel. Dus daarom verveel ik me meestal zo erg. Oh, ik ga het snel. Het is ook heel moeilijk om door te gaan. Oh. Ik weet niet, ja, volgens mij heb ik een foutje gemaakt per ongeluk. Oh, nee, nu ben ik een ster kwijt. Vind ik heel vervelend. Daar ben ik niet blij mee. Ik ben helemaal geconcentreerd nu. Ik vind het zo verschrikkelijk om te doen trouwens. Ik snap ook niet waarom ik deze heb genomen. Terwijl ik wist dat dit de dressuurversie was. Ik dacht, want het is leuk. Maar ja, ik had de cross country of het show jumping moeten doen. Dan kan ik springen. In deze versie hebben we geen hindernis volgens mij. Oh. Well done. Ik sta vast. Oh, dank je. Kijk, en dan kun je nog een keer de dressuurproef doen en nog een quest. Maar we gaan even terug om de quest waar we de bloemen moesten verzamelen in te leveren. En dan kunnen we weer even SP verdienen. Want we gaan natuurlijk ook wel een nieuw paard kopen. En ik weet niet of ik dat de volgende aflevering ga doen. Of die daarna. Want het is nogal best wel een klusje om geld te harken. Dus dat gaat heel langzaam aan het begin. Maar op zich is dat wel goed te doen. Kijk, we moeten naar verkoopmannetje toe. Je krijgt meestal ook wel eens items, maar dat durf ik niet te zeggen trouwens. Je hebt hier overigens geen kast, dus je hebt alleen maar je inventaris of spullen in te dumpen. Dat is best wel naar. Yay! Hey Scarlet, ja, ik wil de quest accepteren, zodat ik alleen een stukje hoef te rijden voor geld. Ik weet alleen niet of geld of krijgen we ook een beetje XP. XP zou natuurlijk wel echt lekker zijn, maar dat weten we even niet. Kijk, we moeten... Oh, dat is goed. Kijk, het is heel naar, want je ziet hier zeg maar geen paden. Volgens mij ook hierheen, terug naar de stal. Maar het kan ook goed zijn dat ik dat niet hoef te doen. Ja, het is echt vervelend. Hier moet ik zijn, denk ik. Ja, in één keer goed hoor. Even voor mezelf. Ik moet ook gewoon naar dat chores-board, wat? Posting en notation. Yay! We zijn al 3 levels omhoog gegaan, dat is wel leuk. Is weer nog steeds die race. We hebben trouwens in een ander gebied nu een quest. Maar ik blijf even bij dit gebied voor nu. Ik ga ook even opslaan. Save. Want het moet natuurlijk ook gebeuren om het spel op te slaan. Want helaas moet dit spel gewoon worden opgeslagen. In tegenstelling dat je uitlogt en je bent klaar. Dat is helaas niet het geval van dit spel. Maar weet je, daar komen we ook wel overheen. Dus hopelijk crasht het niet. Dus dan af en toe als ik zo'n stal zie, sla ik gewoon even op. En we gaan even door met andere questen. Want in dit dorp is nog genoeg te doen. En ik wil natuurlijk geld en levelen. Is het N? Nee, het lijkt erop. Quick catch. Oké, we moeten dan weer terug naar boven natuurlijk. Of niet, we moeten hierheen. Ah ja. Technisch ging wel naar boven, dus. Ergens. Oké, dat was weer een quest, maar ik wil geld. En ik wil niet alleen maar klusjes doen voor geld. Dus misschien dat ik straks een wedstrijdje ga doen. Maar we gaan sowieso even terug naar de races. Ik ga nog 1 keer die race doen. Even kijken hoe hoger op we kunnen. Jee mag. Ja, wen er maar aan dat het spel zeg maar heel naar is. Kijk, al die roze stipjes zijn zeg maar opslaanpunten. Dus dat is wel leuk. Zo'n roze stipje rij kan ik opslaan. En ja, dat is wel mooi. Deze meneer heeft een quest, maar ik wilde eigenlijk nog een keer deze doen. Kijk, met de bronzen medaille. En dan gaan we dit keer alle sterren verzamelen. Op zich zijn de proefjes redelijk kort. Dus dat scheelt. Oh, Canter. Stay in Canter. Ja, je ziet in plaats van SSO, zeg maar zo'n knipperend paardje, hier zo'n pijltje. ben wel blij dat die interface veranderd is. Maar ik vind dit op zich niet zo mooi. Oh my god, wat gebeurde daar? Dat is niet de bedoeling. Ik met mijn mooie kop alle sterren willen harken. Op zich reed ik niet eens mis. Ik sta nog in het groen, dus dat scheelt. Oké, we moeten nog 2 oefeningen doen, dan zijn we klaar. Soms denk ik echt van, waarom doe ik dit ook alweer? Oh wacht, het is 1 oefening. Maar we hebben de medaille. Dus dat scheelt. Ik weet nog ook dat er een ontzettend moeilijke race was ergens. Die ik dan zeg maar niet kon halen vanwege de tijd. Toen moest ik een ander paard kopen om hem te halen. Nee, ik wil niet afstappen. Oké, maar we hebben tenminste meer questen. Dus ik ga straks ook naar het andere gebiedje om daar even de quest te doen. Dus, nee, ik wil niet zilver. Voor nu. Kijk, moving upwards. Ja, dat wil ik wel. En dan moet ik naar dat andere gebied toe rijden. Nu wordt het een beetje donker en daar hou ik niet van. Dat fixen we even bij saving en sleeping. Want het wordt namelijk ook nacht op dit spel. Maar dan zeg maar in een cirkel, dus niet qua tijdstip. Dus nu is het weer ochtend. En ik hou van daglicht op SS. Oh. Op SS. Star Stable. Wee! Oké, ik heb eigenlijk hooi nodig. Ik denk dat ik dat even ga kopen in het andere gebied, want mijn paard cleanliness valt om wel honger en thirst. Ik weet niet of ik... Volgens mij kon je overal verzorgen, maar dat weet ik niet zeker. Ja, je kon overal verzorgen. Oké, dat scheelt. Want de cleanliness van mijn paard is niet heel erg mooi. Of cleanness, cleanliness noem ik het altijd. Zo, dat scheelt weer, want dan rent hij ook weer een stukje vooruit, zeg maar. Dus je moet je paard constant blijven voeren en verzorgen om te blijven lopen, zeg maar. Op zich is dat wel iets realistischer dan Star Stable doet, maar op Star Stable vind ik het gewoon een stuk fijner. Omdat je dan maar 1 keer per dag hoeft te doen, zeg maar. Oh. Dat was niet de bedoeling. Hij er even uit. Wow. Pardon. Oké, wat is ook leuks aan het spel? Dus je kan eigenlijk, in tegenstelling tot Star Stable, kan je gewoon doorstromen naar andere gebieden. Er stond een hek. Wist ik wel. Spring. Daar moet ik in galop voor zitten. Oké, we gaan er omheen. Volgens mij gaan we nu naar het gebied aan het water. Ja. Kan ik het ook even laten zien. Want ik had vorige keer op mijn Instagram story had ik neergezet dat ik dit aan het spelen was. Toen zwom ik zeg maar naar de andere kant van de oceaan. Dus hier naartoe. Super grappig. Kijk, hier is ook het dino-vallei volgens mij. Maar dat durf ik niet te zeggen. Dan gaan we gewoon een keer kijken. Maar ik wil ook wel eerst een beter paard hebben, want dit paard rent voor geen meter door. Geen haat naar jou hoor, paard. Even kijken, we moeten hier zijn. Ik weet op dit eiland heb je zo'n moeilijke race. Oh, wacht. We hebben hier een andere bak natuurlijk. Met een ander proefje. Wow. Hé, hey, Lisa. Oh, nog meer dressuur. Nou, dan gaan we nog meer dressuur doen, hè. Kunnen we dit wel? Ik weet niet of dit hetzelfde proefje is trouwens als alle proefjes. Waarom? Nou, op zich is dat niet... Hoeft dat niet. Maar ik schrok me rot. Oké. 1, 2, 3. Pirouette. 1, 3. Oh, het is wel iets anders, gelukkig. Maar gelukkig halen we hem ook. Nou, we moeten 40 sterren halen. Om hem te halen, tenminste. Nou, nee, wacht. Dus jij 40 sterren te behalen. Godver. Te behalen. Oh, een mooie cirkel. Dit balkje moet tenminste groen zijn om te slagen, zeg maar. Kijk, verveeld. Niks aan het handje, jongens. Even weer XP ophalen. Jee, en nu kunnen we als het goed is weer... Ja, nog een keer doen. Maar daar heb ik geen zin in, dus ik pak gewoon de volgende quest en ga naar het eiland toe. Als ik nu die moeilijke race moet doen, dat ga ik niet doen. Ik herinner mij dit eiland als de moeilijke race-eiland. En uiteindelijk ga ik gaan zwemmen. Ik ga zwemmen, jongens. Oh, ik moet wel via het pad, want anders kom ik uit op huisjes. Kijk, dus ik ga laten zien wat ik bedoel met zwemmen. Je kan oneindig zwemmen. Wee. Je kan niet snel doorgaan, maar... Hihi, kijk wel leuk. Super cute. Oké, we gaan naar het eiland toe, want ik wil die race alweer doen. Nou, niet die race. Ik weet niet wat ze willen. Ik weet nog niet of we de race moeten doen daar. Ik weet alleen dat de persoon die daar staat ook die race geeft. Ach, ik zie de vlaggetjes al. Wat verschrikkelijk. Ja, ik moet even eten halen voor mijn paard, maar ik weet alleen niet meer waar ik dat haal. Dus dan ga ik me straks even het dorp in om te kijken waar we het gaan halen, want... Ja, dit is... Nee, het is niet een verschrikkelijke race. Het is Alex' race. Clean up my beach. Oké, Alex, if you say so. Ik zag al wat dingen liggen. Pick it up, pick it up, pick it up, up, up. Oké, we rennen wel gewoon door naar de allereerste die hier ligt. Denk ik. Ligt hier wat? Hallo? Ja, daar ligt wat. Maar ik weet niet of we alles moeten oppakken, anders dan is het heel veel. Of gewoon, zeg maar, 5 stukjes of zo. Nou, we gaan even zoveel mogelijk pakken. En dan zien we het vanzelf wel. Kijk, daar ligt best wel veel. Kijk, het is dus roze stipjes voor slaapplekken en roze stipjes om dit te verzamelen. Dat is echt heel irritant. Want je weet niet precies wat nou slaapplek is of dingen die je moet opruimen, zeg maar. Zoals hier, ik denk dat het slaapplek is en niet opruimen. Dus dat is vervelend. Oh, ik... Paard, doe eens rustig aan. Dat zeg ik nu voor het allereerst trouwens, dat ik best rustig aan moet doen. Maar anders dan rij ik er langs en dat wil ik niet. Kijk, daar is er één. Rustig. Dankje. En dan nog 2 stukjes en dan hebben we hem als het goed is. En dan stilstaan. Yes. En nog 1. Kijk, ik wil nog wel die zigzagrace doen van Alex. Want ik weet dat Alex niet die moeilijke race gaf, maar wel iemand hier in de buurt. Dus ik hoop niet dat dat gaat gebeuren, want ik faalde heel hard met die race. Was dat niet alles? Ik dacht dat dat alles was. Oké, mijn cameraview is blijkbaar uitgevallen. Maar we mogen dus de race doen. En het is best wel een makkelijke race deze. Ik weet het dan een zeuren om een moeilijke race. Maar dat is niet deze. Op zich is deze al heel easy om te doen. Dus dat is echt wel fijn. Dus wee! Ik wou zeggen dat aftellen van wat ik hierin stond, dat duurt echt mega lang trouwens. Dus dat mis ik ook niet. Kijk, volgens mij kunnen we hier ook weer van die dingen verzamelen, van die medailles. Maar dat durf ik niet zeggen. Ja, hier medailles. A little hello. Ja, nu moet ik de stad in. Dus op zich is dat wel een quest die makkelijk mee te nemen is. Dus we gaan even eten halen voor het paard en voeren. Dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk ook met je echte paarden. Kan handig zijn. Maar ik wil vreten voor dit beest. En dan kopen we meteen gewoon groots in. Want we moeten anders weer moeite doen. Ja, het water is wel echt afschuwelijke texture. Maar maakt niet uit. Oké, hier is de stal. En hier staan dus ook paarden. Hallo. A little hello. Read it and smile. Nou, ik klik de tweede quest ook aan. Oh, dan moeten we helemaal daarheen. Nee, dat gaan we niet doen. Gelukkig als je quest opslaat, blijven die ook. Zo, ik heb het bord geactiveerd. En hier staan dus andere paarden te koop dan bij de stal waar we eerst waren. Kijk. Ik vind deze nog wel cute. Oh, die is super goedkoop. Oeh. Zullen we die volgende keer kopen? Of een zwarte? Hoe duur ben jij? Ik kan niet lekker draaien hier. Ik sta een beetje klem. Oh, die is al wel wat duurder. Maar die is 650. Dus dat is wel goed te doen. Jij bent al helemaal duur. Oké. Voor ons tweede paard kunnen we eventueel deze kopen. Oké, dit is Bella. Hier, deze hebben we. 250. Maar die vind ik heel leuk. En die is ook heel goed te betalen. Dus dan hoeven we zeg maar een paar klusjes doen. Deze ook al goed te betalen. Dus die of die. Maar dan vind ik de vos mooier. Kijk, 450 is, ja, is goedkoper. Oké, ik ga de klusjes doen in deze stal. Want dan hebben we weer wat SP erbij om te kopen. Oh. Paard staat stil. Voor de questen krijg je namelijk geen geld nog. Dat is wel jammer. Ik krijg alleen maar XP voor. En dan moet je hier zeg maar klusjes doen voor... hoe heet dat? SP. Dus dat is vrijwel jammer. Maar op zich, 450 is wel heel makkelijk te doen. Als je zeg maar 3 keer deze klusjes doet, dan ben je wel weer klaar. Dus op zich kunnen we die de volgende keer wel kopen. Laat even in de comments weten of we die moeten kopen. Waar is mijn inventaris? Daar. Ik moet nog even messpullen pakken. Nee, eet. Ik heb nog geen water voor die beest. Kan ik ook met mijn eigen bucket doen? Oh, dat kan. Dat scheelt. Dan kan ik tenminste 2 paarden doen. Nee, ik loop wel even naar buiten. Dan geef ik mijn eigen beest ook even meteen wat te drinken. Waar is de well? Hij zit daar om de hoek. Heel sneaky. Dan kan je dit ook verkopen, deze spullen. Ja, die kan je ook verkopen. Alleen deze voor 0. En de andere zou ik nog gekocht. Is natuurlijk voor 80 volgens mij. Pony. Kom, kom. Even drinken. Zo. Kun je ook dit hooi geven? Ja, dat kan. Maar dan heb ik dat andere paarden weer. Geen hooi, dan heb ik de hele tijd weer die quest openstaan. Dus dat is niet heel handig. Ik doe het gewoon even per stal. Dat is wel makkelijk om te doen. En dan maken we even de quest af van die muffins. Oh nee, dat is natuurlijk weer dat hele eind. We moeten de stad in om hooi te halen. Maar deze vind ik wel leuk. We kunnen altijd nog even naar een andere stad rijden. Ik weet ook niet of je trouwens paarden kan kopen buiten het gebied. Dus buiten dit gebied, zeg maar. Je hebt hier dan het gebied waar ik in speel. En dan heb je grijze gebieden. Dus ik weet niet of ik daar ook paarden kan kopen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit getest eigenlijk. Dat moeten we een keer doen. Misschien is het ook wel een keer leuk om dit spel live te spelen. En last but not least, meneer de Zwarte. Oh, ik heb de paarden nog geen water gegeven. Oepsie. Ik ben 3 paarden vergeten water te geven. Dan ben ik toch een goede verzorger, jongens. Volgens mij is als ik deze die we willen kopen de water heb gegeven, dan zijn ze goed. Deze heeft trouwens peesbeschermers om. Zie ik nu. En de andere niet. Nou ja, hij wel. Dus heb jij beenbeschermers op. Oké. Zo. Oh. Wow. Kijk naar mijn space stijgen dan. Kijk, ik kan gewoon weer door. Dus op zich... Ik weet wat ik ga doen. Ja. Kom. Die wil ik. Oh, wacht. Enter the horse name. Woodstock. Hij lijkt er niet op, maar dat doen we gewoon. Kan ik hem nu opstappen? Of is hij dan random? Ah, hij is random veranderd. Oké. Wow, die staart, jongen. Oké, we hebben een nieuw paard. Dat ging snel. Oké, dit gaat wel een stuk sneller. Oh, daar ben ik blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Als we nog een jaar Bella moesten rijden, dan ging het heel lang duren. Volgens mij kan ik hier mijn hooi ook kopen. Dat heb ik het eerste keer niet gezien. Ja, hier kan je hooi kopen. Hihi. Even ons geld opmaken aan hooi. Kan ik niet... Nee, ik kan niet stekken. Oh, wat naar. Hebben we hier nog wat te doen? Ja, de races. Verder niet veel. Oh, ik ben heel blij met Woody. Het gaat tenminste een stuk sneller. Kijk, het is hoe duurder je paard, hoe sneller die loopt. Dus dat is wel heel fijn. Ik denk dat ik toch even die muffins ga afgeven. En dat dan dit de let's play was. Voor deze Star Stable avonturen. Ik wilde eigenlijk pas de volgende paard kopen. Maar misschien als jullie een leuk hebben gezien. Kunnen we gewoon straks een paard kopen die we dan met z'n allen bepalen. En dan gewoon een duur paard te gaan sparen. Misschien die eerste uit die bruine. Die wel echt op Woodstock lijkt. Of juist de zwarte bijvoorbeeld. Ik kijk hier omhoog. Want hier bijvoorbeeld Lisa staan met haar rijbak. Oh, de exhaustion van mijn paard is... Ja, your horse extremely tired. Daar moet ik natuurlijk weer rekening mee houden. Dat niet gebeurt. Volgens mij is deze een stuk sneller moe dan Bella, maar wel een stuk sneller. Oh, het is echt heel vervelend. Even kijken. Hier, strength, endurance. Ja, endurance is heel laag. Maar speed is heel hoog. Nou, dat is gelijk, maar strength is gemiddeld. Dus. We moeten gewoon een paard zoeken met veel endurance. Kijk, 1 galopje en dan gaat zo hard naar beneden. Dus dat is vervelend. Maar we moeten even de muffins afgeven. Bij weet ik veel waar. Maar goed. Oei, oei, oei. Het is wel een mooi gebied hier trouwens. Is daar weer nog een dorp? Ik hoop dat er nog een dorp is. Kunnen we ook weer paarden kijken. Ik vind paarden kijken echt leuk. Volgens mij zat hier geen dorp, by the way. Of wel? Dat weet ik allemaal niet meer. Het is voor mij ook weer, zeg maar, weer herontdekken. Ik herken wel plekken, maar het is niet dat ik denk van wow, ik herken het. Oh wacht, er zit wel een dorp. Oh wacht, hier zit de race. Denk ik. Nee, je zit gewoon... Oké, we moesten gewoon van stal naar stal gaan, denk ik. Dat de quests zijn. Oeh, meer paarden. Oeh, ik zie een zilveren. Help me out. Oké, oh, dat is om het bord te activeren. Dus dat gaan we ook even doen. Zo, het bord is geactiveerd. En je hebt geen nieuwe quest? Nee, dat was hem. We gaan even de paarden kijken. En dan gaan we, vind ik het wel weer mooi geweest voor deze eerste aflevering. Even kijken. Oeh, witte. Die vind ik niet mooi. Ik vind deze witte wel cool. Oeh, discipline is heel hoog. Hoe is het met jou? Heb jij endurance? Of ben je betaalbaar? Yo, die is tof. Kijk dan, speed omhoog, endurance omhoog. Tof, 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 tof. Ja, Woody gaat ook wel best wel snel weer weg. Want hij heeft een hele lage endurance. Maar ja, op zich, het is beter dan wat met Bella. Wat ben jij? Jij bent waarschijnlijk de goedkoopste. Gok ik. Hallo. Kopen. Valt, ja, deze is gemiddeld. Maar deze heeft heel veel strength. Alleen het is niet... Wauw, qua rijen. Ik wil even kijken. Waarom doet mijn paard... Yo! Deze is vet. Ik vind hem niet mooi, dat is het gewoon. Speed heeft alles, zeg maar, wat ik wil. Maar de prijs. Oh, oh, oh. En we hebben deze nog niet bekeken. Ja, dit is gewoon de goedkoopste. En nee, dan is Woody beter. Maar op zich deze. Deze was wel een goed, goede prijsplaatje. Maar deze, die wil ik wel. Oh, even kijken. Deze. De discipline is hier wel mooi. Maar we gaan gewoon af alle paarden een keer af. En dan gaan we gewoon een lijstje maken. En dan gaan we gewoon lekker een stempel aanmaken. Dus op zich hebben we genoeg te ontdekken nog. En genoeg afleveringen die komen. En ik moet leren mijn muis hier in midden te houden. Anders gaat hij draaien. En ja, hopelijk vonden jullie deze allereerste aflevering van dit spel leuk. Ik heb hier praktisch gezegd niks in geknipt. En het is een vrij lange video geworden. Dus laat een paardenhoofdje achter in de comments als je er helemaal op afgekeken. Dat lijkt me wel lachen. En mochten jullie hier meer van willen, er komt zeker meer aan. Niet zoveel als Star Stable, maar gewoon even af en toe. Als er helemaal niks te doen is, neem ik het op. Misschien stream ik het een keertje. En dat is wel leuk om te doen. Nou, laat een leuke reactie achter. Laat me weten hoe je het vond. Laat me weten... Of je helemaal verbaasd bent over hoe het zo eruit zag. En dan zeg ik tot de volgende video. Hallo!